Hallo lieve kinderen, welkom bij alweer de tweede aflevering van Sinterklaas Nieuws Leiden. Afgelopen maandag zagen we dat de Pieten zich klaarmaakten voor hun vertrek naar onze mooie sleutelstad. Ook zagen we de Leidse Glibber op de Garenmarkt, waar we aanstaande zaterdag het middagprogramma hebben, waarvan ik natuurlijk hoop dat jullie daar ook allemaal bij zijn. Als het goed is, hebben we nu op dit moment verbinding met Check Piet. Hallo, Check Piet. Hoi. Hoe gaat de reis? Hoi Anneleen. Nou, de reis die loopt voorspoedig. Ja, dat weet je, als je met zo'n mooie checklist werkt als deze. Zo, dat is wel een enorme lijst. Dat jij alles bij kan houden, zeg. Ja, het is soms wel eens even zoeken. Maar ja, dankzij deze checklist loopt alles weer dit jaar op rolletjes. Want je weet wat ik altijd zeg, hè? Check, check, dubbel. Hoe ging die ook alweer? Check? Ja, dat is hem. Check, dat jij dat nog weet, Anneleen. Ja, nu ik je toch spreek, mogen we misschien nog even iets vragen aan je? Daar heb ik even geen tijd meer voor, want ik moet mijn checklist wel afkrijgen dit jaar. En ik moet nu echt ervan door, hoor. Doedeloe! Check, check, double check. Check, check, double check. Check, check, double check. En nog eens double check. Het goede nieuws is dus in ieder geval dat ze onderweg zijn naar Leiden. Maar waar ze nou precies op dit moment varen, dat heb ik niet meer kunnen vragen. Dus dat komt de volgende keer dan wel. Dan gaan we nu even naar het kasteel, want daar brandt al licht. En als het goed is, dan is burgemeester Pieter van der Werf daar, want die nam voor ons alvast een kijkje. Hey, het is vreemd dat het licht al brandt. Ik dacht dat Sint met zijn Pieten zaterdag zouden komen. Nou ja, toch even kijken en horen of er iemand is. Sinterklaas? 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 Sinterklaas is er voor iedereen. Sinterklaas! Vreemd, ik dacht dat ik de deur hoorde. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want de Pieten zijn nog onderweg met de pakjesboot. Nou ja, bijna klaar hier. Even de hal dweilen. En dan is alles lekker schoon voor Sint en de Pieten. Oh, de pepermoot er nog aan toe! Ik moet niet zeuren. Zeur dan ook niet, buurman. Nou, hoe niet onbeleefd zijn, maar rustig uit laten praten, hè? Ja. Wat komt u hier doen? Ja. Ik schrik me een hoedje. Ik ben hier aan het kijken of er geen mensen in het huis zaten. Ja, het licht brandde. Het is mijn plicht om dat te onderzoeken. En ik ben al sinds 1574 de buurman van Sinterklaas. En als Sinterklaas in Spanje is, dan hou ik toezicht op het huis en pas ik op. Nou, en dit jaar heeft de Sint mij gevraagd of als een stofdoek door het kasteel heen te halen. Zodat huispiet het wat rustiger aan kan gaan doen. Nou, en waarom hoor ik dat dan niet? Dat moet u mij niet vragen. Dat moet u zaterdag zelf vragen aan de Sint. Ach, ja, natuurlijk. Tuurlijk. Hé, als u het niet erg vindt, ga ik even verder. Doei! Ach, die burgemeester van der Werf. Dacht hij dat Sinterklaas er al was? Bleek het Emel te zijn, die het kasteel natuurlijk wel heel goed schoonhoudt voor Sinterklaas. Toch maar goed dat die buurman eventjes is gaan kijken. Ondertussen heeft onze muziekpiet niet stilgezeten. Die heeft namelijk een nieuw lied geschreven en dat wil hij heel graag laten horen aan Checkpiet en aan de hoofdpiet. Volgens mij liggen we op koers, hoor. Ja, dat liggen we op. Leiden. Ja. En dan naar Leidentoren. Ja, weet je maar. Oh, dat is een beetje. Hallo, kidokie. Hallo, muziekpiet. Zijn jullie druk? Ja, tuurlijk. Heel erg druk. Dat is mooi. Dan kunnen jullie even iets luisteren naar een van mijn nieuwe liedjes die ik zelf heb geschreven. Kan ik beginnen? Ja hoor. Lieve muziekpiet,
Des mooiste ster kan zo mooi zingen, je hoort hem van ver. Je bent de beste, mijn nummer één. Daar kan echt niemand meer omheen. Prachtig, grandioos, proficiat. Lijkt wel alsof hij met het jaar beter wordt. Ja, vinden jullie dat echt? Ja. Oh, ik wist wel dat jullie verstand hadden van muziek. Ja, dat wist ik wel. Weet je wat? Zullen we met z'n allen een lekker kopje warme chocolademelk gaan drinken in het ruim? Gaan jullie mee? Dat is nou eens een goed idee van jou, muziekpiet. Ja, dan mag die van mij wel vaker komen zingen. Nou ja, Hoofdpiet, je kan wel overdrijven, hè? Ja, dat is ook waar. Kom. Hij is al weg, we gaan. Ja. Oh jee, lieve kinderen, er staat niemand aan het roer. Oh nee, het roer draait de verkeerde kant op. Straks komen Sint en de Pieten niet op tijd in Leiden aan. Als dat maar goed afloopt. Helaas kunnen we dat vandaag niet meer ontdekken, want onze tijd zit erop. Maar vrijdag dan zijn we er weer om 4:30 en dan kunnen we zien of de boot gewoon weer richting Leiden aan het varen is. Zien we jullie dan ook weer aanstaande vrijdag om 4:30. We sluiten natuurlijk ook deze tweede aflevering af met TikTok Piet. Je ziet haar elke aflevering met een TikTok op het liedje Hey Sinterklaas. En ik ben benieuwd wie ze deze keer zo gek gekregen heeft om met haar mee te dansen. Voor nu zeg ik tegen jullie alvast welterusten en tot vrijdag. Doeg! Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben spelen.